Mark-Marie Huibrechts onthulde nagenoeg een jaar geleden dat Özkan Akyol heel onaardig is in het echt. De cabaretier zag van dichtbij hoe gemeen Özkan reageerde op zijn goede vriendin Isa Hoes. De columnist zette Mark-Marie daarop in VI neer als een nietsnut, waarna Mark-Marie weer riep dat Özkan dode ogen heeft. Hoe staat het er nu voor? Mark-Marie zegt in de podcast, Mark-Marie en Jan zijn voor niemand bang. Nou, ik moet eerlijk zeggen, na al het nare wat hij over mij heeft gezegd, en ik daarop heb gereageerd. Maar, daarna heb ik hem eigenlijk nooit meer ontmoet. Maar ik kan eigenlijk met iedereen aan tafel zitten. Hij vervolgt, ik heb met niemand dat ik denk, daar zou ik mijn hoofd voor wegdraaien. Dat heb ik gewoon niet. Ik denk altijd, dapper zijn. Eus. De eerste keer dat ik Eus ontmoette was op het boekenbal, dat was met Isa en toen deed hij heel stom tegen Isa. Dat vind ik altijd vervelend als mensen echt onaardig doen. Dat is nergens voor nodig. Je kunt ook gewoon aardig zijn, aldus Mark-Marie. Maar echt nare dingen zeggen. Toen dacht ik, die vind ik superstom. Ik heb dat een keer verteld in de podcast met Aaf en toen is hij heel erg van, ja, Mark-Marie kan niks en zo. Toen zei ik dat hij dode ogen heeft en toen werd dat weer een heel ding. En toen zijn we er nooit meer uitgekomen. Eigenlijk heeft Mark-Marie hem alleen nog gezien op televisie, namelijk in Eus Boekenclub. Welk cijfer geeft hij dat programma? Een 5, zegt hij. Maar als ik hem zou ontmoeten, dan zou ik gewoon normaal doen. Wat maakt mij het uit? Özkan en Mark-Marie hebben één opvallende gemene deler, ze zijn beiden innig bevriend met Matthijs van Nieuwkerk. Wat klopt er van het gerucht dat hij zich schuilhoudt in zijn woonboerderij? Helemaal niets. Ik was gisteren bij hem en dan gaan we gewoon naar een restaurant, gaan we gewoon lunchen en zitten er gewoon allemaal mensen. Hij vervolgt, dat hele rare van, hij houdt zich verstopt en hij durft niet naar buiten, en zo. Dat is allemaal onzin. We hebben ook al een keer in Amsterdam ergens gegeten en zo, gewoon in een restaurant. Het is helemaal niet dat, maar mensen vinden het denk ik een leuker of spannender beeld.